praat even met Doudina van de makelij, Devensvaart. Hallo? Hallo! Jullie zijn, hoe lang weer intussen open? Want jullie zijn een tijdje op slot geweest naar aanleiding van het coronavirus. Ja, net 2,5 week. Hoe was dat? Ja, even wennen, hè. Ja. Allemaal mandjes bij de deur en de mensen zelf een mandje meenemen bij de kassa. Wordt alles dan wel Nadat jullie dicht waren, zijn jullie dan, u zegt, 2,5 weken dicht geweest. En dan is er een aanpassing gebeurd, toch, in de winkel? Nee, we zijn veel langer dicht geweest. Hoe lang dan precies? Een maand of twee? Ja, zoiets al. Oké, en dat is dan mijn vraag. Hoe was dat om 2 maanden dicht te zijn? Ja, best wel heftig. Ja. Want, het is hier dan heel stil. Er komt hier dan niemand meer. We zijn wel achter de schermen bezig geweest. Maar het is jammer. Ja, want de makelij. Wat is dat precies, behalve dat het een kringloopwinkel is? Of ik zie daar ook nog een werkplaats op. Klopt, we hebben nog een werkplaats. Ja. Waar allemaal opdrachten worden gemaakt, zoals vogelhuisjes of banken of stoelen. Of eigenlijk maken we best wel heel veel dingen. En we hebben nog een naaiatelier, die zit daar. Zo. Is het wel leuk om daar ook nog eventjes te kijken. Ja. Daar maken we ook van alles van. Oude spijkerbroeken, recyclingen weer gewoon. Ik zag ook mondkapjes daar staan. Ja, klopt. We maken ook mondkapjes. Jullie spelen in op de actualiteit. Ja, absoluut. Maar wat hebben jullie dus 2 maanden dicht, nu al een paar weken open, dacht ik. Ja, klopt. Wat voor aanpassingen hebben jullie allemaal moeten doen? Nou, best wel een route hier in de winkel hebben gemaakt. Dat de mensen kunnen zien hoe ze moeten lopen, dat ze niet heel dicht bij elkaar zijn. Nou, stickers hebben we op de grond allemaal geplaatst. Mm-hmm. Overal hebben we spul neergezet, dat ze ontsmettingsspul. Ja, precies zoals in alle plaatsen eigenlijk. En hoe reageren de klanten daarop? Ja. Lukt het allemaal een beetje? Want soms zie je in supermarkten dat mensen toch niet altijd even goed de regels toepassen. Hè? Klopt. Nou, het gaat hier wel redelijk goed. Ja. Ja, maar het is wel wennen, inderdaad. Ja. Het is wel heel erg afstandelijk allemaal. Ja, dat vinden de mensen uiteraard niet zo heel leuk. Maar ja, het is de corona. Het dus is moet even niet anders. Merken jullie ook dat, want dat hebben we de afgelopen weken wel gezien, omdat zoveel mensen thuis waren, dat ze veel mensen spullen hebben opgeruimd, zolders hebben opgeruimd. Is dat hier ook zo, dat de aanvoer dermate groot is, dat er een stop is ingezet? Nee, we hebben geen stop ingezet. We hebben wel heel veel spullen, vooral veel kleding hebben we binnengekregen sinds de winkel weer open is. Nou, dat is helemaal vol. Maar goed, nadat het dicht was, konden de mensen natuurlijk niks brengen. Ja, precies. Dus ja, het komt nou allemaal binnen. Dus het wordt wel heel veel allemaal. Ja. Ja. En hoe is het met het bezoek? Is dat weer zoals voor de corona of is dat minder? Nee, dat is wel een beetje gelijk. Mensen zijn wel voorzichtig, dat klopt. Ja, dat is op zich wel verstandig. Ja, dat is heel verstandig. En qua bezetting, zijn jullie met evenveel mensen? Nee, we hebben echt schema's moeten maken. Ja. Want zoals bij de kleding bijvoorbeeld hebben we best wel heel veel mensen, maar dan hebben we echt schema's moeten maken van nou 3 per blok komen er maar. Okay. Dus in het atelier ook zo 3 en niet meer. Dus geen complete bezetting zolang de corona het coronavirus klopt. Speelt. En dat is hier ook zo bij bij het hout en dat is in de winkel ook zo, dus we moeten allemaal ons een beetje aanpassen. Oké. Okay. Ja, maar dat gaat goed. Die mondmaskers worden hier gemaakt op? En wat kosten ze? Geen idee. 2 euro. Ja, bent u blij dat de kringloop weer open is? Zeker. Ja, want u hebt het wel gemist de afgelopen maanden? Ja, natuurlijk. Je bent gewend om elke week even bij de kringloop. U bent de vaste klant, zeg maar. Ja. Ja? Wat koopt u dan allemaal als ik boeken. Vraag? Alleen maar boeken. Alleen maar boeken? Ja. Dus u brengt oude boeken binnen, neem ik aan? Ja. En u neemt nieuwe boeken mee? Jawel. Of al nieuwe? Oude, nieuwe. Andere boeken. Ja. En zit er vandaag wat tussen waarvan u zegt, wauw, dat is het? We hebben al een stuk of 6, 7. 6 boeken, nou. Ja. Even kijken. 6, een mandje, mevrouw heeft de boeken in de... Ja, dat is mijn vrouw. Ja. Ja, dus straks in de tuin met de boeken en een kop koffie. Nou, bedankt. Fijne dag. En een paar lekkere koekjes erbij, ja. Helemaal goed. Dag.